We zijn hier bij de Gebroeders van Limburg Junior Scholendag. We hebben een hele week waarop we iedere dag schoolklassen ontvangen. Zo'n 600 leerlingen gedurende de week in de bovenbouw basisschool. En die nemen we mee in het rijke leven van de Gelderse Gouden Eeuw, de late middeleeuwen. De scholenweek staat vooral in het teken van de middeleeuwen in Gelderland. Ook wel de Gouden Eeuw van Gelre genoemd. En dat is iets dat waarschijnlijk niet zo snel wordt besproken tijdens de geschiedenislessen op school. Ja, dat gevoel hebben we soms wel. Het is een lange tijd vergeten geweest. En we zetten ons daar eigenlijk het hele jaar voor in. En we vinden het ontzettend leuk dat we dat nu deze week samen met Museum de Bastij en vrijdagmorgen met Kasteel Doornenburg toch weer onder de aandacht kunnen brengen van die kinderen. Omdat we het gevoel hebben dat dit een periode is waar we eigenlijk heel weinig over weten. In het westen van het land hebben we natuurlijk altijd over de Hollandse Gouden Eeuw. Maar goed, in de tijd dat wij hier onze bloeitijd al hadden, zo'n 200 jaar voor die Hollandse Gouden Eeuw, was dat westen van het land gewoon nog een moerasgebied. En daar weten we eigenlijk heel weinig over. Of tenminste, we weten er heel veel over, maar kinderen leren er vaak heel weinig over. En het is iets wat we in de schoollessen vaak wat minder behandelen. En dat terwijl we gewoon echt een enorme bloeiperiode hier hadden. De grootste kunstenaars uit de late middeleeuwen komen hier vandaan, uit die periode van die Gelderse Gouden Eeuw. We doen van alles. Dus de kinderen hebben allemaal verschillende workshops die ze kunnen doen. Een aantal kinderen leert zwaardvechten, zoals je hier achter mij zo ook kunt zien. We hebben muziekworkshops, we gaan met kinderen tekenen. Kinderen gaan de stadswaard in, waar ze leren over de duurzame middeleeuwen. En leren ook hoe je met materialen uit de natuur lekker kan eten. Zelf kruidenboter maakt, wat je allemaal kan eten. Waardoor we ze ook laten zien dat we in de middeleeuwen wat dichter bij de natuur stonden dan tegenwoordig. We leren heel veel over de middeleeuwen en het is ook heel gezellig en leuk. De Gebroeders van Limburg zijn de inspiratiebron geweest voor deze dagen. Drie kunstenaarsbroers die hier vandaan komen en al op hele jonge leeftijd laten zien hoe goed zij zijn. De oudste twee waren 14 en 17 toen zij al naar Parijs gingen om daar in de leer te gaan bij een goudsmid en uiteindelijk te werken voor het Franse Hof. We vinden het ontzettend leuk om kinderen al op zo'n jonge leeftijd te laten zien hoeveel je kan doen en hoeveel je kan bereiken. Vandaar dat we deze broers als middelpunt hebben gepakt.